Wink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Na 20 minuten al 2-0. Ik dacht, dat ga je weer 5-0, 6-2 worden. Maar het viel wel stil. Ja, er leek het wel naartoe te gaan. Volgens mij was het zelfs al na dik 10 minuten 2-0. En ja, toen zag je dat we het een beetje kwijtraakten, de controle. Maakte vrij snel 2-1. En toen was het wel eventjes billen knijpen af en toe. Onze keeper Wim ons goed er doorheen geholpen. Maar ja, we hebben het onszelf misschien een beetje onnodig moeilijk gemaakt. Maar ik moet ook wel zeggen dat gewoon de tegenstander echt goed voetbal speelde. Dus. 4-1 is wel een geflatteerde uitslag, hè? Ja, uiteindelijk is 4-1 wel geflatteerd. Dus tweede helft houden we het wel een beetje compact. Geven we iets minder weg. Komen er zelf nog een paar keer gevaarlijk uit. Dus op zich hadden we misschien eerder die 3-1 kunnen maken. Maar als die dan uiteindelijk valt, is dat wel de bevrijding. En ja, na vorige week hebben we natuurlijk nu een mooie reeks te pakken. Twee overwinningen tegen twee goede ploegen. Dus dit geeft ons wel goed vertrouwen naar de komende weken toe. Ja, daarom naar Nijlen. En ja, je ziet gewoon als we onze momenten pakken dat we goed voetballen. Alleen soms hebben we nog dat we iets te fases in wedstrijden dat we het lastig krijgen. En, maar nu zijn we er goed overheen gekomen en mooi die 3 punten hier gehouden. En al aan hoeveel doelpunten zit je zelf? Nu 4. Samen met Steven een sterk spitsenduo? Ja, ik denk het wel. Ik ben een heel ander type speler dan Steven natuurlijk. Maar we vullen elkaar wel goed aan, vind ik. En voelen elkaar ook wel goed aan. In de eerste helft speelden we dan in eerste instantie met 3 spitsen. En je ziet toch dat we dan ook nog goed omschakelen naar 2. En ik vind sowieso dat we een heel complementair elftal hebben. Veel verschillende type spelers. En iedereen wil ontzettend graag. Super goede sfeer in de groep. Dus we gaan er allemaal vol voor. En er kan nog mooie dingen gebeuren misschien dit seizoen. Je had vandaag meer kunnen scoren. Heb je hebt nog een paar aardige kansen gehad. Afstandsschot, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Die pakte de keeper goed. Ik met een beetje geluk zag ik hem er eigenlijk wel ingaan, maar dat lukte niet. En in de tweede helft was ik nog 2 keer dichtbij een voorzet. Goede voorzet trouwens. Ja, moet je een beetje geluk mee hebben. Maar uiteindelijk 4-1 met deze wedstrijd mogen we absoluut niet klagen. En supergoed resultaat. Hoe omschrijf je jezelf? Ben jij een targetspits? Ben jij de man voor de voorzetten in te koppen? Of hoe omschrijf je jezelf? Ja, eigenlijk wel. Ik ben wel targetspits. Dus in eerste instantie als aanspeelpunt. En die snelle technische jongens om mij heen probeer ik te bedienen. En de goaltjes die ik maak, dan moet ik vaak in de 16 zijn en voorzetten van de zijkant. Ja, en vandaag kwamen die goed. En dan kan ik ze gelukkig binnen tikken. Dus, maar mijn primaire taak zie ik wel altijd als kapstok voor het elftal. En proberen dat we goed aan het voetballen komen. En bevlagers doen we dat goed. En af en toe zie je nog dat we net te weinig grip krijgen en dat de tegenstander de overhand krijgt. Maar ja, hoort er ook bij, denk ik. Maar goed. Op Sint-Leinaert zijn we gaan winnen. Wat denk je voor volgende week? Op Nijlen, wat gaan we doen? Ja, ik ga ervan uit dat we deze reeks voortzetten en dat we daar 3 punten pakken. Ik heb wel gehoord dat het een hele stugge ploeg is. Dus ik denk... Zeer goede thuisreputatie hebben ze ook. Ja, dus ik denk dat we moeten voorkomen dat we daar in mes lopen. En gewoon rustig aan aanvallen. Dan komen onze momenten wel. En als we die 0 daar kunnen houden, dan ga ik vanuit dat we daar winnen. Okay. Succes, ja. Bedankt. Bedankt. Wink TV. Internettelevisie op zijn turnouts.